Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met het positieve bericht op 16 januari. En wij gaan nu verder in de 60-cyclus. En de 60-cyclus is de cyclus van gezin, van zorg en van samenleving. Dat is vaak, en daar zitten wij ook op dit punt, dat in de maatschappij hele belangrijke beslissingen worden genomen. De afgelopen 3 jaar over bijvoorbeeld de gezondheidsbeslissingen. En nou wil ik eigenlijk ook aan jullie vertellen dat er een minister is die deze gezondheidskwesties ook aan de kaak wil stellen. Die ook zoveel rechten wil gaan hebben dat hij de alleenheerser, de minister van Gezondheidszaken, de alleenheerser dan van Nederland is en alle rechten heeft. Die wet is hij mee bezig deze week. Let daarop. En dat net in die 60-cyclus, dat is best wel heel veelzeggend. Dus dit zijn hele belangrijke momenten in deze maand. De cyclus duurt van 60 tot 69, dus 10 dagen. 9 dagen. Ik hoor het jullie al zeggen. Ik heb een ontzettend goede kaart van de kracht van de aardekaarten. En deze zegt alles waarmee ik net het had over die wet. En wat trek ik? Het vrijheidsbeeld. Waar was het vrijheidsbeeld ook alweer voor bedoeld? Dat is door Frankrijk aan Amerika geschonken. Amerika stroomde vol met mensen uit Europa vandaan om in Amerika een vrij bestaan op te bouwen. Om daar in vrijheid te kunnen leven. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat ik dat nu trek. Met deze vraag over die minister van Gezondheid. Ik kan mezelf zijn. Vrij. Ik heb recht op mijn eigen geluk en mijn eigen schuilplaats. Ik ben vrij om origineel te zijn. Ik ben vrij omdat ik een mens ben en vrij mag en wil en kan zijn. Dat is waar die wet om gaat. Die gaat niet om gezondheid. Die gaat om fundamentele vrijheid. Let daar alsjeblieft deze week op. Ik wens jullie een mooie week en een goede dag. Dag lieve mensen.